Je vraagt je af waarom dat allemaal zo luid moet. Maar kom, dus bij Sint-Truiden. We kijken naar een hoekschop voor Zultewaregem. Vroeg in de wedstrijd, 3 minuten ver. Richting penaltypunt en redding. Kan hij die bal klemmen? Bal op een moeilijke hoogte. Hier is hij opnieuw. Okazaki aan de achterlijn. En dat is een wild schot, maar niet eens verkeerd. Zoefde net boven de kooi van Bostien. Waar zit Bruls? Al een tijdje niet meer gezien. Wordt overgeslagen. En nu? Nu is hij los. Nu moet hij scoren. En dat doet hij ook. Het is 1-0 voor Sint-Truiden. Vlak voor het half uur de goal. Glipte door de buitenspelval. Nog eens kijken op snelheid daar. Dan door de beetjes van Bostien afgewerkt. Zo, dus de voorsprong voor Sint-Truiden. Prima werk van Haya. Nu kan hem bollen. En dan, hij fluit. En dan moet hij een kaart trekken en dat moet dan rood worden, want hij wordt verondersteld als de laatste man. Nou, kijk, dit is ongelukkig. Dit is heel ongelukkig. Sormo trapt weg. Pardoes tegen het hoofd van de Rijk. Ook Boya wil even overleg plegen. Het zal toch Bruls worden, vermoeden we. Hier komt hij. Over het muurtje. Bijna kon hij Bostien verrassen. De corner wordt niet kort genomen. Dat had ze net op tijd in de smiezen. Indraaiende corner. Oh, Bostien. Maar hij zit er toch in. Het is onwaarschijnlijk. Hij scoort. En Ken Vermeijden. Kijk, 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 kijk. Ja, dan toch de goal afgekeurd van de jonge Smet. Komt er genomen. Oh la 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 la. Boya moet de stappen achteruit. Al een paar keer van op afstand geprobeerd. Ja. Niet onaardig, iets te centraal natuurlijk wel die bal en dus makkelijk. En dan later in januari wedstrijden tegen Club, tegen Gent en tegen Kortrijk. En dan ook nog het bekertreffen aan de Gaverbeek. Moet dit dan het moment worden? Jawel! De score verdubbeld. 2-0 voor Sint-Truiden, 20 minuten voor het einde. En dan valt het doek zeker bij Bruno. Ja, dat zijn toch de twee architecten van dit. Hij gaat door. De vlag blijft voorlopig beneden. Hayashi, de vlag blijft beneden, maar raakt niet voorbij Bostien. Alle moeite van de wereld om die bal nog mee te grissen. Het is afgelopen hier. Sint-Truiden houdt de 3 punten.